En tientallen vertegenwoordigers van politieke partijen hebben gisteren de nacht doorgebracht in de Anthony Nesty Sporthal, waar de verkiezingsresultaten van Paramaribo waren opgeslagen. Rivelino Eijk, vertegenwoordiger van de ordehandhaving, zegt dat alles goed is verlopen. De mensen zijn in de middag op de hoogte gebracht dat de avondklok vanaf gisteren weer is ingegaan. Ik zeg dat de mensen in de sporthal zich aan de lockdownmaatregelen hebben gehouden. Dus met die verstaande dat als ze hadden besloten om hier te blijven, dat zij vanaf 11 uur niet meer naar buiten konden gaan. En dat er ook geen anderen weer van buiten naar binnen konden komen. Ja, dat hebben ze heel rustig uitgelegd. De mensen hebben het ook begrepen. Ze hebben zich ook eraan gehouden hoor. Het enige is dus dat mensen toch nog hebben geprobeerd om 12 uur 's avonds nog eten naar binnen te sturen en zo. Toch, ik heb ze duidelijk gewezen van nee, dat gaan we niet doen. Toch, anders help ik zelf om die wet te overtreden. Toch, dus dat hebben we niet gedaan. En het zou niet eerlijk zijn dat je een bepaalde groep zegt van nee, jij mag niet en dan bellen anderen. Weet je, dus dat verwijt wilden wij ook niet hebben. En hebben we dus ook niet gedaan. Maar dus dat is heel erg ordelijk hoor. Ik zeg dat toen de voorzitter van het OKB, Jennifer van Dijk Silos, had uitgelegd dat er niet meer geteld zou worden, de situatie veel rustiger is geworden. Ik denk ook dat de mensen het hebben begrepen op een gegeven moment, vooral na de uiteenzetting van mevrouw Silos, dat wat er eigenlijk nog moet gebeuren, omdat men ervan uitging dat er nog geteld moest worden. Ja. Toch? Doordat er nog geteld moest worden waar men van uitging, had men al snel het idee van, hé, heb dan maar de vrouw dus aan het drapen. Dan kan ik toch benadeeld zijn of misschien als er dan beter geteld wordt, dat we toch nog binnenkomen of wat dan ook, toch? Maar na de uiteenzetting van mevrouw Silas denk ik dat men het heeft begrepen en ja, je ziet dat alles is heel erg rustig, ja. Treedt er ook een beetje vermoeidheid op bij de politie? Ja, sowieso. We zijn ook mensen, toch? We zijn mensen, maar we zijn een beetje anders getraind, toch? Dan de doorsnee burger. Maar ook natuurlijk hier en daar een stevige koffie. En als je flink op de been blijft. Pas als je echt gaat zitten, dan ga je die vermoeidheid voelen. Felino Eijk van de Ordehandhaving. Wij spraken hem vanmorgen in het hoofdstembureau van Paramaribo.